Goedendag en welkom bij deze 10-daagse weersverwachting, waarin we gaan kijken of het licht winterse weer waar we nu mee te maken hebben ook in de komende 10 dagen voortzet. Wil je nou meer weten over het weer op de echt korte termijn, dus het weer van woensdag en donderdag, check dan even ons weerbericht wat we eerder vandaag hebben geplaatst. Maar in dit weerbericht kijken we even ietsje verder. Ik start deze 10-daagse verwachting dan dus ook met een mooie winterse foto. Echt nog wel wat sneeuw terug te vinden in de hogere delen van de Benelux. Ook vandaag, woensdag, trokken er nog een aantal winterse buien over, welke lokaal in het noordoosten voor een wit landschap zorgden. Maar ja, of dat licht winterse weer dus ook even voortzet, daar gaan we nu even naar kijken. Daarvoor pak ik het Amerikaans weermodel erbij en dan kijken we eerst even naar de bovenluchttemperaturen. Op dit moment bevindt Nederland zich echt wel in koude lucht. De lucht op 1,5 kilometer hoogte, die is ook oorspronkelijk komt die vanuit het noordoosten, vanuit Scandinavië, waar het al erg lang koud is. En ook de komende dagen blijven we met die koude lucht te maken houden. Al zien we in de loop van het weekend en begin volgende week toch wel een kleine verandering. Lage drukgebieden komen dan toch wel weer dichterbij vanaf de oceaan, hebben echt wel iets zachtere lucht met zich mee. Zolang ze onderdoor blijven trekken, blijven wij ook in die koude lucht zitten, want dan blijft de wind aflandig. Maar zodra ze meer over ons land gaan trekken of ten noorden van ons, wordt de wind weer westelijk en dan wordt het automatisch bij ons ook weer een stuk zachter. Voorlopig is dat dus nog niet het geval, maar als ik de animatie aanzet, dan zien we toch dat die lage drukgebieden steeds verder richting het oosten verplaatsen, ook meer richting Nederland komen. En als er dan eenmaal een zuidwestcirculatie op gang komt, ja, dan hebben we toch echt wel met zacht herfstweer te maken. En volgens deze modelanimatie van het GFS-weermodel gaat dat wel gebeuren in de loop van volgende week. Maar er is nog wel veel onzekerheid en daar kom ik zo even op terug. Als ik dan even opnieuw het Amerikaans weermodel erbij pak, maar dan met de laag- en hoge drukgebieden en de regenzones die we goed kunnen zien, dan zet ik de animatie even aan. Dan zien we dat die eerst de lage drukgebieden voornamelijk onder Nederland doortrekken, waardoor de wind aflandig blijft, het overdag vaak maar net boven het vriespunt uitkomt, in de nacht zitten we daar enkele graden onder. In de loop van zondag zien we een storing passeren en er zou mogelijk weer wat winterse neerslag op kunnen zitten. De exacte locatie daarvan is nog erg onzeker. Sommige modellen laten het meer over het zuiden passeren, andere modellen meer in het noorden. We bevinden ons dan eigenlijk al een beetje op de grens van die zachte en koude lucht. Zoals we net ook al konden zien, zien we de lage drukgebieden ook vormen op de Atlantische Oceaan. En als ik de animatie dan weer aanzet, zien we dat in de loop van de volgende week die lage drukgebieden steeds dichterbij komen. En die zuidwestcirculatie die komt in dit weermodel echt wel goed naar voren. Mocht het hele zaakje nou iets westelijker gaan plaatsvinden, dan zou het zomaar kunnen dat het koude weer verlenging krijgt. Want dan kan er een hoge drukgebied gaan vormen boven Scandinavië, waardoor de stroming vanuit het oosten blijft komen bij ons. En dan zet dat winterweer dus nog wel even voort. Dus nog wel enige onzekerheid dus in de weermodellen. Nou, kijken we dan even naar de vrijdag, dan hebben we absoluut nog wel met licht wintersweer te maken. Zeker voor de tijd van het jaar, het is dan toch nog eind november. Overdag komen we dan nauwelijks boven het vriespunt uit. Waarschijnlijk alleen aan de kust enkele graden daarboven, maar landinwaarts blijven we waarschijnlijk daar iets onder zitten. We hebben in de ochtend op sommige plaatsen ook nog te maken met mist. En die combinatie met vorst kan ervoor zorgen dat er erg mooie plaatjes geschoten gaan worden, want er kan rijpvorming gaan plaatsvinden op allerlei objecten, op bomen, op auto's. Dus dat is toch wel even mooi als je dan een wandeling gepland hebt. Ook de dagen daarna blijft het dan echt nog wel winters. Met op zaterdag een graad of 1 tot 3. Met daarbij flinke zonnige periode. Aan de kust nog wel een enkele bui, maar toch mooi winters weer. Ook de dagen daarna blijft het eerst nog koud. Maar zoals ik net al zei, op de zondag dan passeert een storing. En dan zou het zomaar kunnen dat delen van het land weer met winterse neerslag te maken gaan krijgen. De wind draait dan ook tijdelijk weer naar het zuidwesten. Maar het zou zomaar kunnen dat de verschillen in het land al groot zijn. Met in het noordoosten bijvoorbeeld nog vrij koud weer en het zuidwesten al wat zachter weer. Ook op de maandag, dan hebben we nog met wat kouder weer te maken, maar we zien wel dat de onzekerheid toeneemt en dat kan ik ook goed duiden in de pluimverwachting. Eerst vrijwel zekerheid in de verwachting. Vaak vorst in de nachten, overdag maar net boven het vriespunt. Dat zet ook even voort, maar van de volgende week woensdag zien we heel veel spreiding in de pluim. En dat is ook al het regime wat ik net aanduidde. Mocht die zuidweststroming op gang komen, ja, dan gaan die zachte leden echt wel uitkomen. En dan komen we vaak rond 10 graden uit, of misschien zelfs wat daarboven. Maar mocht er zich een Scandinavisch hoge drukgebied ontwikkelen, dan komen die koudere leden waarschijnlijk uit. En hebben we toch echt wel met winterweer te maken. Kunnen we dan ook nog iets zeggen over de neerslag? Jazeker. Voorlopig is het vrij droog, want we hebben toch wel te maken met wat meer hoge drukinvloed.
Op zaterdag en zondag dus weer die iets hogere neerslagkans als die storing passeert. Daarna lijkt het ook wel wat droger te zijn, maar op de lange termijn stijgen de neerslagkansen weer. Ook door die zuidwestelijke stroming die er dan misschien in gaat komen. Op dit moment is nog vrij veel onzekerheid in de weermodellen over de komende 10 dagen. Voor de komende 5 dagen is het vrij zeker dat het licht winters weer is met vaak vorst in de nachten. En daarna, het is nog even afwachten, maar daar komen we in onze 30-daagse weersverwachting uiteraard weer op terug. Tot de volgende keer. Thank you.